Zaterdag 3 juli was het in Amsterdam op de Dam tijd voor de finale van het KNVB Calvee straatvoetbaltoernooi. Bij de meisjes E-pupillen streden Den Bosch en Eindhoven om de titel Nederlands kampioen straatvoetbal. Beide ploegen leken een beetje last te hebben van spanning, maar uiteindelijk opende Den Bosch te scoren en maakte ook meteen de tweede goal. Daarna liet de 3-0 niet lang op zich wachten. Een prachtige 4-0 maakt het helemaal af voor Den Bosch. Uit handen van balkunstenaar Soufiane Touzani ontving de nieuwe Nederlands kampioen Den Bosch de grote beker en de meiden waren dolblij. Hoe zijn jullie kampioen van Nederland geworden? Nou, gewoon met een team opa zijn gewoon, ja, met een team elkaar vertrouwen. Samenwerken het belangrijkste? Ja. En was het een zware finale? Nou ja. Vorige week was hetzelfde, maar het was wel zwaarder dan de andere wedstrijden. Maar toch met 4-0 gewonnen? Ja, dat wel. Zijn jullie toch wel, misschien wel terecht de beste van Nederland? Ja, zeker. En volgend jaar gaan jullie weer meedoen? Ja. Ja. En weer de beste worden, hè? Ja. Ja.